Imad Anouri. Ik las in KNAK in een nummer uit september vorig jaar, toen er blijkbaar ook ophef was rond de niet-selectie van Raja Nainggolan, dat u toen zei, roep hem toch maar op, bondscoach. Vindt u opnieuw dat Martinez zich vergist, heel kort? Ik vind dat hij zich vergist. Het is wat mij betreft de zesde beste speler in België. Hij heeft in de Champions League 2 doelpunten gemaakt, de halve finale. Geen enkel Belg kan hem nazeggen. Maar desondanks gaan we toch met Martinez en de geselecteerde spelers los dat WK winnen. Ja. En wat vindt u, Polker? Die moet Nainggolan, is een Antwerpenaar, hè? Ja, iemand van uw stad. Peter van de City Pirates. En Peter van de City Pirates. Uiteraard vind ik dat als Antwerpenaar zeer spijtig dat hij er niet bij is. Maar een coach, en dat is een beetje met bloedend hart, hè. Maar een coach moet natuurlijk doen wat hij... Hij bepaalt de strategie. Ja. En ondanks de niet-selectie van Nainggolan toch supporteren binnenkort tijdens het WK? Echt moeilijk, hè, voor een Dat is een moeilijke. Nee, laat ons zeggen... niet omwille van de kleur, niet omwille van wat de club voor als staat vertegenwoordigt, maar uiteraard, dat zijn spelers die de Vlamingen vertegenwoordigen, die de Walen vertegenwoordigen, de Brusselaars vertegenwoordigen. Dus u gaat er toch voor supporteren? Uiteraard zijn wij. We gaan ons amuseren. Okay. We gaan ons vooral amuseren. En we hopen vooral dat heel dat WK, en we zitten daar in een gevoelig land wat het onderwerp betreft, zonder racisme verloopt, zonder zware incidenten verloopt. Daar vrees ik voor. Okay. Ja.